allemaal bij deze engelenboodschap voor vrijdag 15 maart. Ik heb me gisteren getrakteerd op een aantal hele mooie orakelkaartendecks en ook tarotdecks. Dus ik ga ze meteen tijdens deze reading gebruiken. Ik ga beginnen met het Gaia-orakel. En ik heb die kaarten voorgeschud. En we hebben voor jullie heel toepasselijk kaart nummer 1 onder op het dek liggen. En dit is de boom van het leven. Vruchtbaarheid, creativiteit, bestemming en magische zegeningen. En deze kaart wilde er uitspringen voor jullie. Voor die vrijdag, de boom van het leven. Dus ik ga de boodschap erbij nemen. Kaart nummer 1. Een nieuwe start. Met die nummer 1. De magische boom die hier is afgebeeld is symbolisch voor jouw levensreis. Je bent volwassen geworden en gesterkt door alle wisselende seizoenen en kringlopen van het leven. Je bent nu in een stadium van creatieve overvloed gekomen. Je wortels staan stevig in de vruchtbare grond van je dromen en je voorstellingsvermogen. Je bent klaar om je bestemming vorm te geven. Er begint nu een nieuwe fase van creativiteit. Eén die doordrongen is van je liefde en van alle wijsheid die je tot nu toe hebt vergaard. De worsteling is voorbij. Vanaf nu zul je meer resultaten boeken dan ooit tevoren. En je zult dit doen met charme, met zelfvertrouwen en met gemak. Al je voorbije ervaringen, alle kennis die je hebt vergaard en al het werk dat je hebt verzet, komen hier samen om een hoger doel te dienen dat dichter bij je hart ligt. Dit is een periode waarin je werkelijk de meester bent van je eigen bestemming. Een tijd waarin alles wat je zo graag wil bereiken of waarmaken mogelijk is. En een affirmatie die je bij deze kaart kunt opzeggen voor jezelf. Ik ben de meester van mijn eigen bestemming. Ik creëer alles wat ik diep van binnen heel graag wil. Alles wat ik creëer, creëer ik vanuit liefde. Alles wat ik creëer is voor het hogere goed van alles. Ik ben werkelijk gezegend en dankbaar voor de overvloed in mijn leven. Wauw. Een kaart van creëren, creativiteit, vruchtbaarheid, nieuwigheid ook. En dan gaan we de tarotkaarten erbij nemen voor die vrijdag. En ik gebruik de tarot van het goede. En mochten er mensen zijn die interesse hebben in orakelkaartendecks, tarotdecks, ik verkoop ze ook, maar ik heb ze nog niet op mijn website staan. Simpelweg omdat ik nog niet de tijd heb gehad om alle foto's te maken enzovoort. Maar mocht je interesse hebben, dan stuur me gewoon een mailtje via de website. En dan kan ik aangeven of ik inderdaad het betreffende tarot of orakelkaartendek in mijn... En dan kun je het even goed kopen. Mocht je interesse hebben in een deck wat ik nu niet heb, dan kan ik altijd even informeren of ik het kan krijgen voor je. Dus stuur gewoon een mailtje. Heel mooi deck, hele mooie afbeeldingen. De tarot van het goede, de Good Tarot. En we hebben onder op het deck de ster liggen. Nummer 17. Waterman energie. Ik zet de kaarten die onder op het dek lagen even hier neer. De ster is een kaart van healing. Is ook een kaart van je bestemming. Wishing upon a star. Ja, wensvervulling. Dus we gaan het zien, universum. Wat mogen we nog meer ontvangen voor die vrijdag 15 maart? Morgen, vrijdag 15 maart. Dat zijn hele grote kaarten. Dus het is heel even wennen om ze te schudden. Met mijn kleine handjes. Universum, wat is de boodschap voor vrijdag 15 maart? Ik krijg 3 kaarten voor datgene wat we vrijdag 15 maart mogen verwachten. Oeh, de aas van water, de kelkenaas. Dat is de eerste kaart die eruit komt, een nieuw begin. Ja, dat zagen we ook met die boom van het leven. Creatie, emotie, met die waterenergie. Dus er gaat een verandering plaatsvinden, er gaat iets nieuws beginnen, iets waar je je hart ligt. Iets waar je creativiteit in kwijt kan en het kan te maken hebben met een nieuwe reis in je leven, een nieuwe richting, een nieuwe baan, een nieuwe relatie wellicht. Universum. Wat mogen we nog meer ontvangen voor die vrijdag? 15 maart, we hebben de 2 van aarde, dus de pentakels 2, een kaart van balans. Dus er komt iets binnen wat je meer balans gaat brengen, want dit is een hele positieve kaart. Het balanceren van alle verschillende verantwoordelijkheden of dingen waar je mee bezig bent met die 2 van aarde.
Dus ik heb het gevoel, er komt iets binnen wat je meer balans gaat brengen. Maar het kan ook zo zijn dat je inderdaad voor een keuze komt te staan. Tijdens het voorschudden van de kaarten kwam er ook een energie naar voren dat sommigen van jullie op vrijdag een soort van groen licht, een bericht gaan krijgen. Dat je aan het wachten bent op antwoord van, gaat die nieuwe start plaatsvinden? Word ik aangenomen? Gaat het allemaal door? Het kan zijn dat je inderdaad wacht op antwoord en dat je vrijdag inderdaad het antwoord zult krijgen. Of dat iets afgerond wordt, afspraken gemaakt worden. We hebben ook de 8 van aarde. En ik vind het deck zo prachtig. Ja, ik kan er naar blijven kijken. De 8 van aarde, de 8 van pentakels. Dus voor velen heeft het te maken met werksituatie. Een nieuw begin op het gebied van werk. Ja, positieve vooruitgang. Het Rad van Fortuin onder op het dek. Wauw. En ik heb de kaarten nog niet één voor één bekeken. Dus ik zie ze nou ook. Prachtig. De grote arcana kaart nummer 10. 10 staat voor een einde en een nieuw begin. Heel erg mooi. Het Rad van Fortuin. Positieve vooruitgang. Einde aan vertragingen. En dit is iets wat voorbestemd is met het Rad van Fortuin. En het kan ook spreken van inderdaad, als je op dit moment nog aan het juggelen bent voor wat betreft je financiële situatie, dat er een positieve vooruitgang komt. Er komt ook meer balans in je financiële situatie met datgene wat zal gaan starten. Of waar je inderdaad groen licht op gaat krijgen. Wauw! En we hebben dus die aas van water, de kelken aas. En kijk, hier ligt hij nogmaals onder op het dek, de sterkaart met de kelken aas. Dus het kan ook echt iets zijn waarop je gehoopt hebt. Iets wat je gewenst hebt. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin? Iets wat je gehoopt hebt dat het op een bepaalde manier zou gaan. En daar krijg je dus vrijdag, en voor sommigen kan het eerder of later zijn, inderdaad een bericht over. Dat er inderdaad vooruitgang is, of dat er gestart kan worden met iets. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin, universum, voor vrijdag 15 maart? Het Rad van Fortuin. Het Rad van Fortuin. En dit is iets wat je echt voldoening gaat brengen. Iets wat je vanuit je hart doet, met passie, met je ziel. En dan hebben we de zware 9. Ja, dus het is wel iets waar je zorgen over hebt gemaakt. Iets wat je wakker heeft gehouden, of een bepaalde situatie die hiervan afhangt. Een situatie waar je zorgen over maakt en het hangt ervan af. Inderdaad, of er een balans gaat komen van een bepaald antwoord waar je op wacht. Maar dit is iets wat je 's nachts wakker gehouden kan hebben. Maar het kan ook te maken hebben met je huidige situatie waar je in bevindt. Dus op het moment dat die nieuwe start kan gaan plaatsvinden, kom je uit die zorgen, uit die slapeloze nachten. Of het rond blijven draaien in een bepaalde cirkel waar je maar niet uitkomt. Waar je zorgen over maakt. En nu gaat er positieve vooruitgang komen. Ja, kijk, we hebben de zon. Dus van die zwaarde 9 naar de zonkaart. Optimisme, blijdschap en ook weer een nieuwe start. En een soort van bevrijding van iets wat je achter kunt laten. Waarom ligt hier de aas van water? De aas van water. En ook de helderheid die er dus gaat komen. Omtrent dat nieuwe begin, die nieuwe start. Waarom ligt hier de aas van water? Ja, je kunt vooruit gaan. Voor sommigen van jullie heeft het ook te maken met reizen. Onderweg zijn, in de auto. Het kan ook een fysieke afspraak zijn die je zult hebben. Om dingen te bespreken met die aas van water. Maar je kunt vooruit, richting je bestemming. Richting die balans wat we hier hebben met de pentakels 2. Waarom ligt hier die aas van water, universum? De aas van water. De kelkenaas. De kelkenaas, universum. Waarom ligt hier die kelkenaas? Die gerechtigheid. Voor sommigen van jullie betekent het dat er inderdaad afspraken gemaakt gaan worden over een contract. Dit kan staan voor contracten, partnerschappen, beslissingen die genomen worden. En dit is een beslissing van gelijkwaardigheid en ook weer die balans met de gerechtigheidkaart. Het kan zo zijn dat er nu dingen in werking gesteld worden, stukken getekend gaan worden. Dus wettelijke aangelegenheden. Officiële documenten die getekend gaan worden, waarvoor je inderdaad onderweg zult zijn met de auto, met die zegenwagen, om inderdaad iets
to solidify. Ja, om iets inderdaad echt op papier te bevestigen. Waarom ligt hier de 2 van aarde? Pentakels 2 universum. De pentakels 2. De pentakels 2. De kelken 7. En dit is ja, die energie van het allemaal nog niet weten wat het kan te maken hebben met illusies of dromen, dagdromen over iets. Je opties bekijken met de kelken 7. Er kunnen meerdere opties zijn, meerdere mogelijkheden. Maar dit is echt een energie van nog geen keuze kunnen maken en nog niet allemaal heel zeker weten. Waarom ligt hier de pentakels 2? Het kan ook zo zijn dat er een keuze gemaakt wordt tussen jou en een andere persoon. Als het bijvoorbeeld gaat om een baan. Met die pentakels 2. En het kan ook zo zijn dat er nu inderdaad nog wat onduidelijkheid is. Pentakels 2. En in die onduidelijkheid gaat er dus duidelijkheid komen morgen. Waarom ligt hier de pentakels 2 universum? Waarom ligt hier de pentakels 2? Wauw, de pentakels 6. Dus er gaat iets naar je toe komen. Dit is een kaart van karma. Goed, ja, geven en nemen. En we hebben de kelken 10. Happily ever after, het ultieme geluk. Ja, liefdevolle relaties. En de schildknaap van pentakels. Dus er kan berichtgeving komen van ja, een stier, maagd of steenbok. En het hoeft niet per se zo te zijn. We hebben dus ook leeuwenergie met de zonkaart. We hebben kreeftenergie met de zegenwagen. En we hebben met de gerechtigheid weegschaal energie, heel sterk. Dus je kunt met een van deze sterrenbeelden te maken hebben of zelf een van deze sterrenbeelden hebben of een plaatsing. Maar dit is iets wat je aangereikt wordt. Iets wat er ja, in fysieke zin naar je toe kan komen. Iets wat je gegeven wordt. Kan ook een cadeau zijn voor sommigen van jullie. Het kan zijn dat er geld naar je toe gaat komen. Er ligt een koning van kelken onder die schildknaap. Dus de boodschapper of degene die je iets aanbiedt kan ook een koning van kelken zijn. Iemand met het sterrenbeeld schorpioen, kreeft, vissen energie. En dit is iemand die een hele, ja, zijn emoties heel goed onder controle heeft. Met die koning van kelken. Maar het is wel iets wat ja, gevoeld wordt of aangereikt wordt vanuit het hart. Ja, en als er inderdaad een keuze gemaakt moest worden tussen jou en een andere persoon, dan zie ik inderdaad met de staven 6 dat er een soort van overwinning gaat plaatsvinden, een soort van erkenning. Het kan ook zijn op financieel gebied, zoals ik zei, met die pentakels 6. De balans die weer hersteld wordt. Maar waarom ligt dan die kelken 7 hier? Die opties. Want de kelken 7 is nog niet, geen keuze kunnen maken. Nog kijken, waar geef ik aan? En is het inderdaad een kwestie van een gelijkwaardige situatie? Krijg ik voldoende beloning voor datgene wat ik geef in de situatie? Of in een relatie? Wat ben ik bereid om te geven in een relatie? Om iets, ja, een succes te maken? En ja, die kelken 10 kan staan voor een liefdevolle relatie. Want dit is ook een kaart van delen met die pentakels 6. En met de kelken 7 kan het zo zijn dat er misschien nog onderhandelingen plaats gaan vinden over salaris. Waarom ligt hier de kelken 7? En dat je aan het nadenken bent, wat ben ik bereid om ja, misschien omlaag te gaan of iets aan te passen. Waarbij ik toch niet mezelf onder de duiven schiet, of hoe zeg je dat? Waarbij ik wel die balans blijf behouden voor mezelf. Praktisch denken. Waarom ligt hier de kelken 7?
waarom ligt hier de kelken 7? Maar ik zie je wel heel erg in je kracht staan. Dus ook inderdaad weten wat je waard bent. Want ook die zegenwagen, dat is iemand die vastbesloten is om die zegen te behalen. Datgene wat je voor jezelf voor ogen hebt met een sterkaart. Waar je op hoopt, wat je wenst. Dat is ook waar je voor staat. Waarom ligt hier de kelken 7? De kluizenaar. Ja, dus er wordt over nagedacht, er wordt gereflecteerd met de kluizenaar. Iemand neemt afstand om over dingen na te denken en innerlijk licht te schijnen. Ook weer die ster in de lantaarn, wat staat voor de uiteindelijke bestemming. Waar wil ik naartoe? En dit is iemand die inderdaad heel veel ervaring heeft. Een wijze oude man. En die wijsheid, dat is iets... Ja, wat je kunt gebruiken inderdaad in bij die nieuwe start. En dat kwam ook bij die kaart van de boom van het leven naar voren. Dus je hebt heel veel wijsheid. Je hebt misschien al heel veel ervaring opgedaan op een bepaald gebied. En je weet dus ook wat je kan vragen eigenlijk. Waarom ligt hier de pentakels 8? De pentakels 8 wordt verklaard op de toren. Iets plotselings, schokkend, het kan traumatisch zijn, maar het is een hele grote verandering. Schorpioenenergie en met die kluizenaar hebben we maagdenergie. Waar ligt hier de pentakels 8 in die verzen? De koning van pentakels, tiermaag, steenbok. Dit kan iemand zijn die bepaalde mogelijkheden in handen heeft. Dit kan ook je eigen energie zijn van hard werken, heel ambitieus zijn. Voor jezelf fysieke stabiliteit creëren, ook financiële stabiliteit creëren. Ja, en als je inderdaad op dit moment het wat moeilijk hebt, dan zie je inderdaad dat die financiële situatie met die nieuwe start heel erg vooruit zal gaan. Het brengt je echt balans en stabiliteit met die koning van pentakels. Iets zal op een succesvolle manier vastgelegd gaan worden. Met de pentakels 6. Er kan dus nog wat onderhandeling plaatsvinden. Waarom ligt hier de toren? Ja, heel sterk die energie. Het kan een familiebedrijf zijn als het met werk te maken heeft met die kelken 10. Maar het kan simpelweg ook iets zijn wat je heel erg blij maakt. Je bent heel optimistisch, je hebt zin om de dingen aan te pakken. Waarom ligt hier de toren? De koningin van pentakels. Nogmaals, stiermaag, steenbok. Waarom ligt hier de toren? Dus die koningin van pentakels, pentakels 7. Dus het kan ook al zo zijn dat je wat langere tijd al aan het wachten bent. Inderdaad van, wanneer kan ik die volgende stap gaan zetten? Dit is ook een kaart van investeren, ergens in willen investeren. Reflectie ook weer, net als met die kluizenaar wat we hier hebben. Wat heb ik tot nu toe geïnvesteerd in een bepaalde situatie en wat is het resultaat? Wat zijn mijn volgende stappen? Wat ben ik bereid om te geven? Ja, en dan keuzes maken inderdaad vanuit het hart. Maar het kan voor sommigen ook te maken hebben echt met de relaties. We hebben nu 2 koningen hier op de tafel liggen en 1 koningin. Ik heb het gevoel dat degene die hier een soort van besluit gaat nemen, of van degene van wie je een groen licht gaat krijgen, of van wie er berichtgeving gaat komen wat te maken heeft met die positieve vooruitgang. Degene die helderheid gaat geven in deze situatie, ziet je als ook iemand die heel erg praktisch is, down to earth, heel kalm, gestructureerd. En het is iemand die wel resultaat verwacht.
En het aanbod wat je gaat krijgen, of het voorstel wat je gedaan wordt, het kan misschien voor sommigen van jullie zelfs beter uitpakken als dat je verwacht had. En daar is nu nog onduidelijkheid over, misschien wat twijfel over. Je weet niet wat je kunt verwachten. Maar er komt dus aankomende vrijdag, of ja, kijk wanneer het plaats gaat vinden met dat torenmoment, komt er plotseling inderdaad iets wat je niet verwacht. En met die koning van pentakels erlangs heb ik het gevoel dat het een positieve zin is. Dat je minder verwacht of het anders verwacht dan dat het daadwerkelijk zal zijn. Want het brengt echt een hele positieve vooruitgang. En de ster, iets waar je op hebt gehoopt, iets wat je had gewenst. Maar waar je zorgen over hebt gemaakt, dat het niet zo zou zijn, heb ik het gevoel. Kijk, we hebben de pentakels 9 hieronder op het dek. En dit is een kaart van iemand die rijkdom aantrekt. Dit is de kaart die voor de keizerin komt. Iemand die heel hard werkt. Maar ook financieel daar de vruchten van kan plukken. Financieel onafhankelijk is. Single energie. En uiteindelijk afstand kunnen nemen van een situatie die je geen voldoening geeft. Eindelijk uit die energie komen van je zorgen maken. Want er komt eindelijk duidelijkheid. Komt er duidelijkheid, groen licht, een beslissing die genomen wordt. Waardoor je weet waar je aan toe bent. En dit is iets wat je zelf gemanifesteerd hebt, heb ik het gevoel. Ja, dus dit is de boodschap voor vrijdag. En als het resoneert, laat het me zeker weten. Geef mijn video een like. En abonneer je op mijn kanaal. Het is gratis, dus daar betaal je helemaal niets voor. Het is alleen zo dat je dan inderdaad de video's in je feed krijgt elke keer die ik post. Ook als je op die bel drukt, dan mis je geen enkele video meer. En het helpt mij ook enorm om mijn kanaal te laten groeien. Dus heel erg bedankt, ook voor iedereen die zich al heeft geabonneerd. En tot de volgende keer. Dag!